Voorzitter, 2018 is een verloren jaar geworden als het gaat over klimaat. En opeens wordt er gedaan alsof dat niet hun akkoord is. Dan is het dat hij het kabinet laat vallen. En de PVV vindt, mevrouw de voorzitter, dat de premier dat nooit mag doen buiten de kiezer om. Nadrukkelijk de optie van de val van het kabinet in het spel gebracht. Ja, de praatmachine geeft geen antwoord op mijn vraag zoals we dat van hem gewend zijn. Maar ik denk dat mensen in Nederland het oordeel dan maar zelf moeten vellen hierover. Voorzitter, als deze premier naar het grote bedrijfsleven luistert, dan komt zijn kabinet in de problemen. Dat zagen we in 2018 met de dividendbelasting. En dat zien we eigenlijk, 2019 is nog niet zo lang begonnen, zien we nu als het gaat over klimaat. Er wordt geluisterd naar de lobby van de multinationals en de milieubeweging gaat van tafel. Er wordt geluisterd naar de lobby van die grote multinationals. Ik zie geen CO2-belasting terug in de plannen. Het grote bedrijfsleven gaat eigenlijk niet meebetalen. De rekening komt bij burgers terecht en burgers pikken het niet meer. En voorzitter, dat is zorgelijk. Want net voor de kerst stonden we hier met z'n allen, in Wakka, met 8 partijen. En verdedigden wij de klimaatwet, die is hier aangenomen in de Tweede Kamer. En we zeiden met elkaar, we gaan de 49% reductie van CO2 in 2030, die gaan we met elkaar behalen. En nu is de vraag, hoe dan? En het kabinet heeft vorig jaar een jaar lang 150 organisaties aan het werk gezet. Om eigenlijk dat werk voor hen te doen. En wat er nu wordt gezegd is, nou ja, het is een keuzesetje. We moeten eens kijken hoe we daarmee omgaan. En we gaan er zelf nog wat aan toevoegen. Voorzitter, 2018 is een verloren jaar geworden als het gaat over klimaat. Als dit dus blijkbaar maar een oefening was in het opsommen van zoveel mogelijk maatregelen, dan is dat niet genoeg geweest. En wat ik vraag aan deze minister-president is of hij bereid is extra stappen te zetten. Om ook dat grote bedrijfsleven mee te laten betalen. Kan hij hier toezeggen dat hij ook een CO2-belasting wil opnemen in de plannen? En ten tweede, en dat is belangrijk voor de transparantie richting de kiezer. In maart gaan we naar de stembus. En ik zou graag willen dat alle cijfers van de doorrekeningen van de klimaatplannen voor de Provinciale Statenverkiezingen met de Tweede Kamer worden gedeeld. Zodat er in de maatschappij en hier in de Tweede Kamer een debat over plaats kan vinden. Dan geef ik nu het woord aan de minister-president. Ja, voorzitter. Het doel, ook in de klimaatwet, waar van Jesse Klaver een van de initiatiefnemers was, maar ook in, van de coalitie, is om te komen tot een reductie van de CO2-uitstoot van 49% in 2030. Daar begroot voor. Dat vraagt een enorme hoop maatregelen. Dat is nodig, die reductie, om ervoor te zorgen dat we de rommel niet doorschuiven naar de volgende generatie. Zoals we dat ook met de staatsschuld niet doen. Wat er nu ligt is een concept klimaatakkoord. Dat bestaat uit alles wat de discussierondes over de verschillende vervuilende sectoren hebben opgeleverd. De klimaattafels, dus van gebouwde omgeving, en landbouw, industrie, etc. Daarbij, als onderdeel van het concept klimaatakkoord, de brief van het kabinet, waarin wij daar een aantal dingen over zeggen, ook hier en daar vragen om ook varianten te bekijken. Dat komt allemaal terug op enig moment. De tweede vraag van de heer Klaver kan ik hier nu niet beantwoorden. Dat lijkt mij een vraag om ook te bespreken met de minister, de precieze timing. Maar dat komt op enig moment terug vanuit de doorrekening van de verschillende planbureaus. En dan moeten er twee dingen gebeuren. Dan moet er een definitief klimaatakkoord komen, politieke besluitvorming leidend tot en de reductie van 49% en tegelijkertijd op een manier, en er zijn drie dingen heel belangrijk, namelijk dat we dat met z'n allen ook financieel kunnen waarmaken, ook in de gezinnen, de burgers in het land, dat we niet onze manier van leven hoeven op te geven. Tweede randvoorwaarde, ook heel belangrijk, dat we ervoor zorgen dat het bedrijfsleven, punt van de heer Klaver, fair meedoet in dat geheel, dat die niet oneerlijk worden bevoordeeld. En een derde belangrijke voorwaarde is dat we er met elkaar voor zorgen dat mensen ook begrijpen wat zij in hun persoonlijk leven kunnen doen om dat ook allemaal waar te maken. Als ik dan nog tot slot, voorzitter, specifiek bedrijfsleven, punt van de heer Klaver. Wat er nu ligt is de gedachte dat je tegen bedrijven zegt, je moet in een betrekkelijk korte tijd een enorme aanscherping doen van je CO2-uitstoot. Die moet erg terug. En doe je dat niet, krijg je een hele forse boete.
betekent dat die bedrijven ook heel fors moeten investeren om dat waar te maken. Dat zie je niet meteen terug in de tabellen, maar dat zijn hele forse investeringen van die bedrijven. Dat is een andere manier dan de CO2-heffing waar de heer Klaver een pleidooi voor houdt. We gaan dadelijk kijken wat er terugkomt, ook uit die doorrekeningen, wat op dat moment reëel is. En ik zei al, één van de drie toetsstenen zal zijn of het bedrijfsleven ver meedoet in dat geheel. Als je nu kijkt naar de grotere uitstoot veroorzakende bedrijven, dan doen die op dit moment grofweg een kwart van de uitstoot, moeten ze ongeveer een derde van het doel halen en krijgen ze 1/6 van de subsidie. We moeten dadelijk precies terugkijken of dat ook echt zo is als het terugkomt, of dat fair is, of dat eerlijk is en werkt. De heer Klaver. Nou, voorzitter, ik hoor hier randvoorwaarden, dat kon je misschien vorig jaar nog volhouden, maar nu moeten de keuzes gemaakt worden. En ik verwacht van de premier, en daar vroeg ik ook naar, hoe ziet hij het dan voor zich dat die 49% reductie wordt gehaald? Het enige wat ik hoor is taboes. Er mag niet gesproken worden over rekeningrijden. Eigenlijk is de CO2-belasting gaan we ook niet doen, want er wordt met een heel ingewikkeld boetesysteem gewerkt. Nee, hou het simpel. Een belasting op CO2-uitstoot is makkelijk in de uitvoering, heeft het grootste effect op het terugdringen van de CO2-uitstoot. Ik hoor een taboe op bijvoorbeeld het terugdringen van de megastallen in Nederland. De vraag is, welke keuzes maakt deze premier? En het is heel simpel. Of je bent klimaatontkenner, hebben er ook een paar van in deze Kamer. En je zegt, wat ons betreft hoeft klimaatverandering helemaal niet te worden aangepakt. CO2-uitstoot heeft de mens helemaal niks mee te maken. Of je wil het wel. En als je het dan doet, dan moet je ervoor zorgen dat het grootste bedrijfsleven ook stevig wordt aangeslagen. En ik vind de formuleringen van de premier te voorzichtig. En ik vraag hem ook, en dat kan hij wel degelijk toezeggen nu. 1. Of hij niet wil uitsluiten dat er een echte CO2-belasting in de uiteindelijke plannen komt. En ten tweede, en ik vraag hem om dat aan de planbureaus te vragen, om ruim voor de verkiezingen de doorrekeningen van de plannen zoals ze er nu liggen publiek te maken, zodat daar een politiek debat over kan plaatsvinden. En op beide hele concrete vragen zou ik heel graag een toezegging willen van deze premier. Op dat tweede punt heb ik al geantwoord, voorzitter. Daar ben ik niet het goede adres. Op dat eerste punt kan ik nader ingaan. Het doel van de coalitie, ik dacht ook breed in de Kamer, is uiteindelijk te begroten op de 49% reductie van de CO2-uitstoot. Dat is niet omdat we dat allemaal zo leuk vinden. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat we inderdaad de grote milieuschade, net zoals we de staatsschuld niet doorschuiven, ook die milieuschuld niet doorschuiven naar volgende generaties. Naar de kinderen en kleinkinderen. Dat willen we doen op een manier, zoals ik net schetste, dat de mensen het kunnen meemaken. Dat we allemaal snappen ook wat we in ons eigen leven kunnen doen om dat te bereiken. En dat het bedrijfsleven niet unfair bevoordeeld wordt. Die bedrijven moeten in een plan zoals het er nu ligt enorme investeringen doen. Ten einde die zware boetes te voorkomen. Maar ik zei al, we zullen dadelijk heel kritisch kijken als het terugkomt aan de hand van deze drie toetsstenen. Of dat inderdaad ook is wat ons bevalt tegen de achtergrond van de randvoorwaarden die ik heb geschetst. En daarmee zijn er geen taboes. Ook niet de suggesties die de heer Klaver hier doet. Er is helemaal geen enkel taboe. Maar dit is nu de keuze die wij voorlopig in het concept klimaatakkoord hebben gemaakt. Hoe dat uiteindelijk definitief wordt, dat zal blijken als wij ook zien wat de effecten zijn van de doorrekeningen. Dat was overigens ook altijd het plan wat we hadden. Als kabinet, en ik dacht ook breder in de Kamer, is deze stappen stap voor stap te doen, zodat je zo rondom eerste, tweede kwartaal dit jaar de definitief besluiten kunt nemen. Afrondend, voorzitter. De heer Klaver. Om ervoor te zorgen dat er zo breed mogelijk draagvlak is in Nederland, moeten we mensen ook het gevoel geven dat hier niks doorheen gerommeld wordt. En daarom vraag ik de premier, en dat is wel degelijk zijn verantwoordelijkheid, om er bij de planbureaus op aan te dringen dat de cijfers van de doorrekening ruim voor de verkiezingen beschikbaar komen, zodat daar een debat over kan zijn. Er is nu heel lang achter de schermen gesproken en onderhandeld over een akkoord. De politiek is nu aan zet. Dat debat moet hier gevoerd worden. En ik vind dat dat op basis moet van de cijfers die uit de doorrekeningen komen. En dat moet echt ruim voor de verkiezingen moeten die beschikbaar zijn. En moeten we daar met elkaar over kunnen praten. En de minister-president is exact het juiste adres om hierover te beginnen. En ik wil graag dat hij naar de planbureaus gaat met deze vraag. Lever die cijfers ruim voor de verkiezingen, zodat we hier een eerlijk en fair debat kunnen hebben, zodat alle partijen hier inzichtelijk kunnen maken, hoe halen wij die 49%? Op welke manier raken we de burger en op welke manier niet? En hoe gaan wij dat grote bedrijfsleven in Nederland eerlijk laten meebetalen aan de aanpak van klimaatverandering? De minister-president. Ja, voorzitter, eerst op het proces. Het is zo dat als die doorrekeningen er zijn, dan moet de politieke besluitvorming plaatsvinden in het kabinet. Dan zullen wij moeten komen tot een definitieve opstelling die moet leiden tot en het bereiken van de doelstelling van 49% en langs de drie lijnen die ik net schetste voldoend aan die drie belangrijke randvoorwaarden.
We hebben geen presidentieel stelsel in Nederland. De heer Klaver vroeg mij naar het vragenuur. Ik heb een tijdje geleden gezegd op een ander onderwerp. Het waren denkbaar naar de vakstaatssecretaris voor te vragen. Dat leidde tot een staking bijna. Toen ben ik zelf gekomen, terecht hoor, dat was ook helemaal prima. Maar dat heeft wel als nadeel dat ik, we hebben geen presidentieel stelsel, die vraag die hij daar stelt, echt moet doorverwijzen aan de vakminister of dat haalbaar is. Dat weet ik gewoon, kan ik hier niet inschatten. Dank u wel, meneer Klaver. De heer Asser, namens de PvdA. Ja, voorzitter, de VVD doet weer aan politiek belletje trekken. Is een klimaatakkoord van het kabinet, dat wordt doorgerekend. En opeens wordt er gedaan alsof dat niet hun akkoord is. Het is een slecht akkoord, omdat de rekening bij de burger wordt neergelegd en niet bij de bedrijven. Maar het is wel uw akkoord. Mijn vraag is, klopt het dat de VVD-premier en de VVD-minister van Economische Zaken en de VVD-fractievoorzitter in een zogenaamde cockpit tientallen uren hebben onderhandeld voordat ze dit akkoord naar de Kamer hebben gestuurd? De minister-president. Nou ja, voorzitter, de voorstellen komen vanuit de vijf groepen die gedetailleerd hebben gekeken naar wat je met elkaar allemaal kunt bedenken. Om, of het nou de landbouw is, of de gebouwde omgeving, of de industrie, alle sectoren, de elektriciteitssector, de infrastructuur, gaan kijken wat kun je nou verzinnen om ervoor te zorgen dat je de maatregelen bij elkaar brengt die in een mix leiden tot de 49% CO2-uitstootreductie. Het kabinet heeft op die voorstellen, op basis van een interne discussie, ook met de coalitie, een brief gelegd, die is ook aan de Kamer gestuurd met de stukken erbij, waarin we ook een aantal andere varianten vragen door te rekenen. Dat geheel is een concept klimaatakkoord. Dat wordt doorgerekend. Als die doorrekening terug is, moeten we daaruit zien te krijgen een pakket. Daar moeten we politiek over gaan besluiten in de coalitie voor die 49%. Ik heb er vertrouwen in dat dat kan lukken. Dan moeten we inderdaad ook kijken naar het bedrijfsleven. Ook kijken, is dat eerlijk? Zijn we die niet te veel aan het bevoordelen? De eerste voorzichtige inschatting is dat de grotere vervuilers, zo ongeveer wat ik net schetste, een kwart van de vervuiling doen in Nederland, ongeveer een derde van de opgave hebben en ongeveer een zesde van de subsidie krijgen. Maar dat zijn cijfers waarvan ik ook wil zien dadelijk als het terugkomt. Klopt dat? Is dat eerlijk? Is dat fair? Waarbij er geen taboes zijn als er alternatieven moeten worden gezocht. De heer Asscher. Voorzitter, ja, er is dus door al die VVD'ers uren en nachten en dagen onderhandeld voordat ze dit akkoord hebben opgestuurd. Alleen nu komt het minder goed uit. Wat erg ontbreekt in het akkoord is een effectieve heffing voor de industrie, een CO2-heffing. Wij hebben het planbureau gevraagd om dat tegelijkertijd door te rekenen, omdat we denken dat dat de enige manier is om een eerlijke rekening te doen. Maar het is opmerkelijk dat D66-leider Rob Jetten vanuit Polen zei, wat ons betreft komt er een CO2-heffing. Dat ik de premier vroeg, zou dat niet idee zijn, en die half knikte, maar dat hij er niet in staat. Terwijl in allerlei landen om ons heen we zien dat dat werkt, dat dat eerlijk is, ook ten opzichte van de burger. Mijn vraag is deze. Is de minister-president buiten die klimaattafels om door bedrijven benaderd, belobbyd, aangesproken? Is zijn bij hem pleidooi gehouden tegen het invoeren van zo'n hele logische CO2-heffing? Of om de vraag simpeler te stellen, van wie kwam het sms'je deze keer? Nou, voorzitter, even toch op de inhoud. Het is niet zo dat in Europa breed in het bedrijfsleven zo'n CO2-heffing bestaat. Je ziet hem wel voor de elektriciteitssector. Ook daar heeft het kabinet natuurlijk voornemens voor. Je ziet natuurlijk ETS-sectoren in Europa, emissietrainingssysteemsectoren in Europa. Maar de vraag uiteindelijk is, wat doe je nou om de vervuiling, en ze moeten zo'n 14,3 megaton bijdragen, nogmaals ongeveer een derde van de hele opgave, die grote vervuilende bedrijven, hoe krijgen die het beste? Dat kun je inderdaad doen via een CO2-heffing, dat zou een variant kunnen zijn. De variant die wij op dit moment spannender vinden is dat je zegt, wij vragen die bedrijven om heel snel op te bouwen naar die 14,3. Dat vraagt gigantische investeringen. Als ze dat niet doen, krijgen ze ook gigantische boetes. En daarmee stimuleer je dus het positieve proces dat die bedrijven ook daadwerkelijk innoveren. Ik denk dat de meeste bedrijven dat ook willen. Niet eens zozeer om die boete te voorkomen, maar omdat ze ook competitief willen blijven. Maar nogmaals, wat ik net zei, onze aannames daarover en of dat werkt en of er ook alternatieven eventueel nodig zijn, ligt allemaal op tafel als de doorrekeningen terugkomen. De heer Wilders. Ja, voorzitter, de PVV heeft geen doorrekening nodig om te zeggen dat we die vreselijke maatregelen uit het klimaatakkoord nooit moeten nemen. En ik zeg tegen de minister-president, om die doelstellingen waar uw partij de VVD voor heeft getekend, die gewoon in het regeerakkoord staan, om die doelstellingen te halen, zijn er grove, onbetaalbare en draconische maatregelen linksom of rechtsom nodig,
die de burger keihard in zijn portemonnee zal raken. En de PVV vindt, mevrouw de voorzitter, dat de premier dat nooit mag doen buiten de kiezer om. Het stond niet in uw verkiezingsprogramma. De kiezer heeft daar nooit over kunnen oordelen. Dus mijn vraag aan u is, stap op, schrijf verkiezingen uit. Laat de kiezer hierover oordelen of ze dit beleid willen of niet. Als u dat bent, doet, bent u een vent. En als u dat niet doet, dan beloof ik u dat diezelfde kiezer op 20 maart met uw partij zal afrekenen. Nou, voorzitter, toch even een poging. Het vorige kabinet heeft natuurlijk de handtekening gezet onder de afspraken die gemaakt zijn in Parijs. En terecht denk ik dat ze een wereldwijd akkoord gesloten om de CO2-uitstoot te beperken. Ik zei al, dat is nodig om te voorkomen dat je de volgende generaties opzadelt met een planeet die verder vervuilt, dat we dat zelf oplossen. En als je dat al niet zou zien, als je al zou zeggen, nou, ik zie die hele opwarming niet, doe het dan om twee andere redenen. In de eerste plaats omdat nu de lucht al heel erg vervuild is in Nederland. Gewoon de kwaliteit van onze lucht is al niet goed. Daar groeien nu onze kinderen in op. En ten tweede omdat, als je deze doelstelling realiseert, dat innovatie lostrekt. En ook zorgt dat je minder afhankelijk bent van andere landen waarvan we nu afhankelijk zijn voor onze energievoorziening. Dus als je al niet zou geloven in die opwarming, doe het dan ook om die andere redenen. Vervolgens is de balans belangrijk. De balans moet zijn dat je en die doelstellingen realiseert en op een manier dat mensen hun leven kunnen blijven leven. Dat iedereen snapt, ik, u, meneer Wilders en alle anderen, wat wij in ons leven kunnen doen om stapje voor stapje ook onze bijdrage te leveren op een praktische, handzame manier. En tot slot dat het ook eerlijk is in de relatie tussen de gezinnen, de burgers in het land en het bedrijfsleven. De heer Van Rooyen namens 50+. Voorzitter, ik citeer voor de zekerheid. De heer Dijkhoff, als het alternatief wordt dat ik of het kabinet of de burger moet laten vallen, de burger zal ik nooit laten vallen. Daarmee zegt de heer Dijkhoff volgens mij, hij laat de burger niet vallen, dan is het dat hij het kabinet laat vallen. Wij vinden dat de vervuiler moet betalen. Deelt u de mening dat u als de burger dat hij die niet laat vallen, dus hij eigenlijk zegt dan laat ik het kabinet vallen? Wat vindt u daarvan? Nou, ik schets u net al dat de coalitie van mening is dat we en de 49% reductie moeten halen. En tegelijkertijd dat daarbij van belang is dat mensen dat kunnen meemaken. Dat we dus niemand laten vallen. Dat we er ook voor zorgen dat het op een manier gebeurt dat mensen ook snappen wat kan ik dan doen. Dat dat ook niet morgen hoeft. We hebben 11 jaar tot 2030 en 31 jaar tot 2050. Het hoeft allemaal niet morgen. En ten derde dat het eerlijk moet. Dus mijn indruk is dat niemand hier in deze Kamer iemand wil laten vallen. De heer Koesel, namens DENK. Ja, voorzitter, uiteraard moeten we werken aan de opgave van klimaat de komende tijd. En natuurlijk kijken wat we daarin kunnen doen. En omdat het kabinet het niet wist, hebben ze het afgelopen jaar gevraagd om meer dan 100 partijen aan 5 tafels te zetten om te komen tot een akkoord. Onder leiding van een VVD-partijcorrivé. We hebben tegelijkertijd een minister van Economische Zaken van VVD-huizen die in eerste instantie die plannen positief ontving. We hebben een VVD-premier die inderdaad aangeeft, we hebben een opgave en die moeten we inderdaad met elkaar volbrengen. En we hebben een VVD-fractievoorzitter die dan aangeeft, ik laat het kabinet vallen als het onbetaalbaar wordt. En ik wil tegen de minister-president zeggen, wanneer gaat u eens een keertje stoppen met het spelen van politieke spelletjes over de rug van het klimaat, over de rug van toekomstige generaties en een keertje daad bij woord voegen? En dan kunt u er zo bij staan glimlachen, maar u weet heel goed wat ik bedoel. Provinciale statenverkiezingen komen eraan. Dit is doorgestoken kaart en de burger ziet dit. En het moet een keer ophouden. De minister-president. Ja, voorzitter, ik weet niet helemaal wat ik met deze uitval moet. Ik schets net het proces van deze coalitie, van deze 4 partijen. Er ligt een concept klimaatakkoord. Dat is wat uit al die tafels voortkwam, plus de brief van het kabinet waarin ook varianten staan. Ik heb net geschetst wat we willen bereiken. Als het dadelijk is doorgerekend, dan gaan we politieke besluitvorming hebben om te komen en tot de reductiedoelstelling. Maar ook op een manier dat iedereen dat kan meemaken langs de lijn die ik net schetste en die ook eerlijk is. Voorzitter, de minister-president geeft aan dat hij niet weet wat hij hiermee moet. De minister-president moet ophouden met het spelen van VVD-politieke spelletjes over de rug van het klimaat en toekomstige generaties. Deze premier moet ruggengraat tonen waar het gaat om de klimaatopgave. En niet zeggen we kunnen de boel bij elkaar brengen en zo. Nee, hij moet laten weten waar hij staat in deze positie. Staat hij aan de kant van de lastenverzwaring voor de multinationals of aan de kant van de mensen? Staat hij aan de kant van
De VVD-fractievoorzitter die zegt, ik laat het kabinet vallen of kiest u voor het klimaat en die toekomstige generaties. Ik vind, en heel veel vinden, dat mensen recht hebben op duidelijkheid van deze premier. En dat is het minste wat hij kan doen vandaag tijdens dit debat. Duidelijkheid geven. Ja, voorzitter, deze interruptie veronachtzaamt naar mijn gevoel de discussie die we de afgelopen 20 minuten gevoerd hebben. Namelijk dat ik heb geschetst wat het doel is van dit kabinet, van deze coalitie, de reductie, maar ook op een manier dat die voor iedereen mee te maken is. Ik heb dat uitvoerig betoogd en daar voel ik mij bij thuis. Want die reductie is belangrijk, dat op een manier gebeurt dat de hele samenleving over een breed front dat kan meemaken, vind de coalitie belangrijk. Dat we dat ook eerlijk doen in de verhouding bedrijven, gezinnen, burgers. Ik val een beetje in herhaling, maar ik meende daarmee ook mijn positie duidelijk gemarkeerd te hebben. Daar voel ik mij bij thuis. Dat vind ik ook verstandig beleid. Dat is stap voor stap. En dat zorgt ervoor dat wij ambitieuze doelstellingen op een fatsoenlijke, reële manier kunnen halen. De heer Stoffer, namens de SGP. Ja, voorzitter. Dank. Stel nu eens dadelijk dat we die berekeningen gemaakt hebben. Die hebben we hier in de Kamer. En daar komt uit dat die 49% in 2030 toch net niet iedereen mee kan maken. Dat het draagvlak daarvoor toch niet voldoende is. Dan is mijn vraag aan de minister-president, is die norm van 39% in 2030 dan keihard? En moet iedereen het maar mee gaan maken? Of is dat, valt erover te praten? Kunnen we daar als Kamer ook iets met elkaar van vinden? Ja, wij zouden natuurlijk niet hebben gezegd, wij gaan uit van een doel van 49. Dat kan nog wel bewegen in Europa natuurlijk, afhankelijk van waar Europa uiteindelijk definitief voor kiest. Je ziet dat alle Europese plannen opgeteld nu al leiden tot 45% CO2-uitstootreductie, maar we begroten nu op 49%. Het regeerakkoord zegt dan ook nog van alles als Europa tot andere dingen komt. Nou, dan kan dat hoger of lager worden. Als het lager wordt, is onze ambitie om met omliggende landen, om onze concurrentiepositie niet te verzwakken, het weer omhoog te krijgen. Maar uiteindelijk zullen we natuurlijk het Europees gemiddelde moeten volgen. Onze ambitie is dat dat zelfs naar 55% gaat. We begroten nu op 49%. Uiteindelijk doe je waar Europa ook voor kiest. En nogmaals, als dat lager is dan 55 of 49, dan probeer je met omliggende landen het weer op te krikken. Dat hebben we natuurlijk gedaan omdat we aannemen, op basis van alle informatie die we hebben, dat dat ook zou kunnen. Op een manier die en ervoor zorgt dat er genoeg banen zijn in Nederland, dat wij een innovatieve economie blijven, waar mensen aan het werk kunnen komen, ook de volgende generaties, waarin gezinnen dat kunnen meemaken. En waarin we dat op een manier doen in de komende 11 jaar tot 2030 en de komende 31 jaar tot 2050, waarin mensen ook in hun persoonlijk leven aansluitend op logische momenten besluiten kunnen nemen om hun bijdrage daar aan te leveren. Als we die verwachting niet zouden hebben, dan zouden we dat natuurlijk ook zo niet doen. Het moet nu allemaal terugkomen, wordt allemaal doorgerekend en we gaan er dan heel kritisch naar kijken. Maar de als-dan-vraag zou ik relevant vinden als de kans nu al heel groot zou zijn dat dat helemaal niet gaat. Maar dat is niet de verwachting op dit moment. De heer Stoffer. Dus voorzitter, dat stel nu dadelijk dat uit die berekeningen blijkt dat die 49% niet voor iedereen haalbaar is, dat we dat niet met heel Nederland mee kunnen maken, dan is er dus ruimte om die 49% niet alleen naar boven, want daar heb ik het natuurlijk niet over, maar ook naar beneden toe bij te stellen. Ja, ik ben het niet eens met die conclusie. Zo heb ik het niet gezegd, want dat wekt de indruk dat wij nu al rekening mee houden ofwel dat Europa zich zou committeren op een lager doel en dat wij er ook niet in slagen met omliggende landen dat doel omhoog te krikken. Dat zou kunnen zijn, maar dan is dat de uitkomst. Maar dat is niet zozeer op basis van de vraag, kan iedereen het meemaken, meer op de vraag, waar richt Europa zich op? Maar als je nu al ziet dat alle opgetelde plannen in Europa leiden tot 45% CO2-uitstootreductie, dan zit het natuurlijk dicht in de buurt van wat we hier willen. En het is natuurlijk belangrijk dat Nederland dat ook doet, maar op een manier die voor de mensen betaalbaar is, niet ervoor zorgt dat ze vakanties moeten opgeven of ineens hun hele manier van leven moeten omgooien. Sterker nog, dat ze ook perspectief hebben hoe ze in hun persoonlijk leven besluiten zo kunnen nemen die eraan bijdragen op een hele logische, plezierige manier. Mevrouw Marijnissen, namens de SP. Ja, het kwaakt als een eend en het loopt als een eend en misschien is het wel een eend. En het akkoord leest als een VVD-akkoord en het klinkt als een VVD-akkoord. En het klimaatakkoord is een VVD-akkoord. Ondanks alle opzichtige pogingen van de heer Dijkhoff afgelopen dagen om daar onderuit te komen. Het klimaatakkoord doet precies wat onder leiding van deze minister-president deze hele kabinetsperiode gebeurt. Namelijk systematisch de grote bedrijven bevoordelen boven de mensen. Die krijgen de rekening toegeschoven en die zien hun energierekening stijgen. En mijn vraag aan de minister-president is daarom ook, wanneer gaat hij daar een einde aan maken?
Ja, maar voorzitter, ik heb net de statistiek genoemd hoe het zit. Dat die grote bedrijven ongeveer 1/3 van de opgave moeten doen. Dat ze een 1/4 van de vervuiling veroorzaken. Ongeveer 1/6 van de subsidie krijgen. We gaan dadelijk kijken of het in de doorrekening ook allemaal klopt. En als daar zo blijken dat dingen niet ver gaan, dan gaan we het anders doen. We gaan ook kijken of het systeem, de heer Ascher vroeg daarnaar en ook anderen, of het systeem zoals wij dat nu voor ons zien, of dat ook werkbaar is. Of dat je toch iets anders moet doen. Wat uiteindelijk ervoor zorgt dat bedrijven als het ware tegen elkaar gaan benchmarken tegen wie is er nou de beste. En als je dat niet bent, dan krijg je die forse boete. Als je niet tot die beste in de klas behoort, dan krijg je die hele forse boete. Dat vraagt enorme investeringen. Nou, als dat niet werkt, als dat uit de doorrekening zou blijken, dan staan we natuurlijk open ook om te kijken naar alternatieven. Maar de karikatuur die mevrouw Marijnissen nu neerzet, ja, die herken ik toch echt niet. Mevrouw Marijnissen. Ja, ik denk dat heel veel mensen thuis de karikatuur die de heer Rutte neerzet niet herkent. Want die hebben hun energierekening binnengekregen voor het nieuwe jaar. En die zien dat die stijgt. Ondanks alle mooie woorden van deze minister-president ten spijt. Ondanks alle doorrekeningen die er nog aan gaan komen. Ondanks alle besluiten die er zo mogelijk nog genomen gaan worden. Dat is de realiteit. Wij zijn gisteren een meldpunt stijgende energierekening gestart. En hij staat rood gloeiend. En dat is de werkelijkheid van mensen. En daar gaat de minister-president niet op in. Ik vroeg hem daarnaar, wanneer gaat hij ervoor zorgen? Want de energierekening van mensen stijgt wel, terwijl de grote bedrijven nog steeds worden ontzien. Wanneer gaat hij daar een eind aan maken? De minister. Nou, voorzitter, ik heb net geschetst welke enorme kluif werk er ligt voor de grote bedrijven. Dat wij een weg zien om hen te brengen tot die 14,3 megaton uitstootbeperking. Wat enorm is, ongeveer 1/3 van de totale opgave. Wat enorme investeringen vraagt. Nogmaals, we staan er helemaal voor open als uit de doorrekening zou blijken dat het unfair is in de verhouding met burgers en gezinnen. Dat we dan natuurlijk opnieuw naar gaan kijken. Maar we hebben op dit moment nemen aan, op basis van alles wat we weten, dat dit het beste methode is. En als mevrouw Marijnissen dan praat over nu, januari dit jaar, brengt dat ook het hele verhaal. Dan zou mevrouw Marijnissen moeten schetsen. Ja, dat is waar. Er zijn dingen die stijgen. Maar we zien ook, omdat in 3 rondes... de inkomstenbelasting verlaagd gaat worden, dat ook effecten heeft dadelijk op wat gebeurt op het loonstrookje, op de koopkracht, wat het Centraal Planbureau daarvan zegt. Dan moet mevrouw Marijnissen wel het hele verhaal vertellen als zij een meldpunt opent en niet 1 aspect eruit ligt. Dat is een beetje surfen op de onvrede. En dan zou ik zeggen, laat dan het hele verhaal zien. De heer Baudet namens Forum voor Democratie. Ja, ik wil beginnen met benadrukken dat natuurlijk het hele onderscheid tussen we gaan de burger belasten of we gaan bedrijven belasten kunstmatig is. Want die bedrijven gaan de opgelopen kosten vervolgens weer doorberekenen aan hun klanten. En dat zijn burgers in Nederland. Dus die betalen uiteindelijk gewoon. En ik vind het heel opmerkelijk dat er allerlei plannen worden gepresenteerd. De minister-president zegt, ik sta achter de doelstellingen en we gaan nu eens even doorrekenen wat dat gaat kosten. Wij hebben het sommetje ook gemaakt, meneer Rutte. En wij komen uit op 1000 miljard. Wij vinden dat onacceptabel voor een temperatuurverschil van 0,00007 graden over een halve eeuw. Mijn vraag is, hoeveel bent u bereid te betalen voor dat minieme eventuele mogelijke temperatuurverschil? 1000 miljard, bent u bereid dat te betalen? 2000 miljard. En eigenlijk is de vraag natuurlijk, hoeveel bent u bereid om aan de burgers in Nederland te vragen? Want het is uiteindelijk niet uw geld dat u uitgeeft, maar het geld van de Nederlanders. De minister-president. Voorzitter, Nederland is geen eiland. Wij zijn onderdeel van een hele mooie, grote wereld waar enorme problemen op afkomen. Die ook, het gaat vanuit het klimaatvraagstuk, inmiddels ook geopolitieke impact hebben. Als we kijken naar een aantal grote problemen is er voor in Afrika en het Midden-Oosten, dan zijn die ook direct klimaatgerelateerd. Dus er is een groot belang vanuit onze luchtkwaliteit, vanuit het tegengaan van de opwarming van de aarde en het klimaat hier, maar ook vanuit de geopolitieke situatie, onze afhankelijkheid van leveranciers, van onze fossiele brandstoffen, om wereldwijd strakke afspraken te maken over het aanpakken van dit vraagstuk. Dat hebben we ook gedaan in de wereld. En Nederland levert daar zijn bijdrage aan. Als we dat slim doen, en dat kan, kan ons dat ook grote voordelen opleveren in de sfeer van innovatie en banen. Maar vooral moeten we erop letten dat we niet naïef zijn. Als dat de boodschap is van de heer Baudet, dan snap ik dat. We moeten niet naïef zijn. We moeten ervoor zorgen dat we dat op een manier doen, dat iedereen dat kan meemaken en dat we het ook eerder doen. De heer Baudet. Ja, de praatmachine geeft geen antwoord op mijn vraag zoals we dat van hem gewend zijn. Maar ik denk dat mensen in Nederland het oordeel dan maar zelf moeten vellen hierover. Ik constateer dat de minister-president er nu ineens luchtvervuiling bij houdt. Wat natuurlijk
helemaal niets te maken heeft met het CO2-gehalte in de atmosfeer. Dat zijn volkomen losstaande fenomenen. CO2 is voedsel voor planten, heeft niets te maken met al dan niet bestaan van luchtvervuiling. Maar mijn vraag is, als hij er de rest van de wereld bij sleept, hij zegt, oké, maar Nederland is geen eiland, dat is waar. Er is iemand geweest die heeft doorgerekend wat het temperatuurverschil, als je die modellen gelooft, wat op zich al zeer dubieus is, wat het temperatuurverschil zou zijn als niet alleen Nederland, maar alle landen doen waartoe ze zich gecommitteerd hebben in Parijs. Weet je wat het verschil is? Over een halve eeuw is het dan 0,05 graden minder warm op aarde. Opnieuw een volkomen onmeetbaar bedrag. De minister-president. Dit is waanzin. Nou ja, de doelstelling die we natuurlijk met elkaar wereldwijd hebben afgesproken in 2015 is om de opwarming van de aarde te beperken met 2 graden. Maar eigenlijk ook oriënterend op 1,5 graad, omdat de aanname is als je dat doet, dat je nog steeds grotere problemen hebt. Maar dat het in ieder geval allemaal nog enigszins met elkaar in de hand te houden is. Dat is van groot belang dat we dat doen. Daarom ook dat Nederland daar zijn bijdrage aan wil leveren. Ook om alle andere redenen die ik in mijn vorige antwoord heb geschetst. En uiteraard op een manier, zoals ik ook laat zien, dat aan bepaalde randvoorwaarden is voldaan. Dat geldt voor deze hele coalitie. Dat we willen kijken naar de positie van de mensen en de gezinnen. Is het eerlijk? Begrijpt ook iedereen wat je zelf zou kunnen doen op een plezierige manier om een bijdrage te leveren aan dit vraagstuk? Mevrouw Ouwehand, namens de Partij voor de Dieren. Dank u wel, voorzitter. En ook voor u een gelukkig nieuwjaar. Dank u wel. En dat zeg ik ook tegen de minister-president en zelfs tegen de heer Dijkhoff. Want ik dacht, laten we eens... Nou moet u iedereen noemen, vind ik. Ja. En iedereen. Iedereen een gelukkig nieuwjaar. Nee, voorzitter, ik dacht, laat ik dan toch eens positief beginnen op die eerste dag dat we na het reces weer bij elkaar zijn. Want als je er even doorheen kijkt, hè, die schaamteloosheid van de VVD, de energiebelastingen verhogen en dan daarna mopperen dat de burger het zwaar heeft vanwege klimaatmaatregelen, dan is er toch wel een lichtpuntje te ontdekken. Namelijk dat de heer Dijkhoff eigenlijk zei, oh ja, wacht even, als je het aan het grote bedrijfsleven overlaat, LTO, Shell of ENO-NCW, dan hebben we niet alleen een akkoord dat niks doet voor het klimaat. Hè? Dat konden we al zien omdat de milieuorganisaties eruit stapten. Het is niet goed voor werknemers. De vakbonden stapten er al uit. En nu is de conclusie ook, als je het aan deze partijen vraagt, dan zou het zomaar eens heel erg vervelend kunnen worden voor gewone mensen. Deelt de minister-president die conclusie van zijn collega, de heer Dijkhoff? De minister-president. Ik probeer even dat interview voor ogen te halen. Volgens mij wat de heer Dijkhoff zegt is dat het van groot belang is dat waar we met elkaar in de coalitie afspraken hebben gemaakt, dat we dat ook op een manier doen, ja, zoals ik het net schets, waarin mensen het kunnen meemaken, waarin niet betekent dat mensen hun manier van leven hoeven te veranderen, waarin het eerlijk is, ook in de verhaal met het bedrijfsleven. Ik meen dat hij dat letterlijk zegt. Ik heb het interview hier niet geannoteerd voor me liggen, spijt me Klaas, maar... Ik zal dat daar nog even op naslaan. En waarin hij ook schetst hoe belangrijk het is dat je aansluit op logische momenten in het leven van mensen. Ja, volgens mij is dat wat hij zei. En dat zou mijn samenvatting zijn. Ja, mevrouw Ouwehand, kom, niet zo besluiteloos. Dit is de leider van het land. Die heeft heus wel gelezen wat de grootste partij van het land vindt van een van de voorstellen die hij moet uitvoeren. Dat weet hij heus wel. En de conclusie was toch echt heel duidelijk dat er een grote vrees is dat dit akkoord heel vervelend zou kunnen uitpakken voor gewone mensen. Daar zat geen woordspaat bij. Dat een van de belangrijke toetsen. Deelt de minister-president die conclusie? En als dat zo is, dan wil ik natuurlijk weten wat dit kabinet gaat doen om ervoor te zorgen dat het wel eerlijk wordt. Want kennelijk, als je het aan de grote jongens vraagt, die na afloop zeggen, oh, maar wij hebben de klimaattafels gewonnen hoor. LTO bijvoorbeeld, en VNO-NCW en Shell. Ja. Dan pakt het dus niet zo goed uit voor de mensen. Wil de minister-president daarvan leren? Kijk, we laten dit nu allemaal doorrekenen. Ik schets net ongeveer de statistieken op de grote bedrijven. We gaan kijken of dat klopt en of het eerlijk is. Dat is een van de toetsen die we doen. Het moet gewoon eerlijk zijn in de verdeling tussen wat bedrijven doen en wat gezinnen en burgers moeten doen. Dat is gewoon een van de toetsstenen. En voor de hele coalitie geldt dat wij allemaal willen dat mensen over een heel breed front deze samenleving dit kan meemaken. Dat het eerlijk is. Dat we ook snappen, ja, wat kun je nou in ons eigen leven doen om dingen voor elkaar te krijgen. En zo willen wij het concept klimaatakkoord, zoals we dat naar de Kamer hebben gestuurd, al die voorstellen in tafels, de kabinetsbrief, de
varianten die erbij gelegd zijn, die worden allemaal nu doorgerekend tot een definitieve plan maken om en die 49% te halen op een manier die voldoet, ja, zoals ik net schets, voor de mensen en voor de bedrijven, dat het eerlijk is. De heer Van Haarsma-Buma namens het CDA. Dank u wel. Voorzitter, afgelopen zaterdag heeft de heer Dijkhoff, fractievoorzitter van de grootste regeringspartij, de partij van de premier, als het gaat om het klimaatbeleid, nadrukkelijk de optie van de val van het kabinet in het spel gebracht. Op zondag heeft de premier dat min of meer gebagatelliseerd en gezegd, we komen er wel uit. Toen hij dat zei en ook nu gaat de premier ervan uit dat die uitspraken van de heer Dijkhoff vallen binnen de afspraken, dus de inhoud van die uitspraken afgelopen zaterdag, vallen binnen de afspraken die wij in december in goed overleg met z'n vieren van D66 tot VVD hebben gemaakt? Of gaat hij ervan uit dat wat hij daar zegt vallen buiten de afspraken die we toen hebben gemaakt? Mijn indruk is daar binnen en daar hebben we overigens in een kleinere kring gisteren over gehad. Volgens mij valt dat daar binnen en hebben we allemaal gezegd, willen wij ervoor zorgen dat de mensen het kunnen meemaken? Dat de bedrijven niet oneerlijk bevoordeeld worden? Volgens mij, ja, als u het zo dichotoom vraagt, de keuze te maken, is mijn gevoel dat het interview daarbinnen is. Het was een stevig gesprek wat hij met de Telegraaf had, maar ik ga dat verder ook hier niet commentariëren. Maar volgens mij is dat allemaal in lijn met wat we in december hebben afgesproken. De heer Buma. Voorzitter, ik ben zeer gerustgesteld door dat antwoord, omdat ik de indruk had dat op zijn minst de suggestie in dat interview was dat de VVD wel misschien wat anders wilde dan we hebben afgesproken. Maar wat we hebben afgesproken, daar staan we met z'n vieren achter. Blijft wel over de vraag die ik de premier wil stellen. Als je gewoon een afspraak maakt in december en je gaat aan het werk, maar vervolgens een paar weken later daar een mogelijke kabinetscrisis in betrekt, als je binnen die afspraak weer niet je zin krijgt, wat een dagelijkse kost is, dan is mijn vraag wel hoe de premier dat beoordeelt in de slagingskans van het geheel. Met name het werk wat de premier, maar ook minister Wiebes heeft gedaan, er enorm aan getrokken, waar we in december dus heel ver in waren, en waar nu ineens één partij van zegt, ja, pas op, als het niet gaat zoals ik wil, kan er wel eens een kabinetscrisis komen. Hoe beoordeelt de premier dat voor de haalbaarheid van het project van minister Wiebes en hemzelf? Ja, maar dan moeten we het hele interview gaan analyseren. Ik weeg die uitspraak en het antwoord op die vraag toch iets anders. En ik heb nog steeds de verwachting, op basis van wat we in december afspraken, op basis van het feit dat volgens mij de coalitie het eens is over die afspraken, over dat concept klimaatakkoord zoals dat nu wordt doorgerekend. Dus al die tafels, plus de brief van het kabinet, met de randvoorwaarden, met de varianten. Dat we allemaal menen, volgens mij, in deze coalitie, dat op basis daarvan zo'n doel te realiseren is, met een afneming van die randvoorwaarden. En ja, we gaan nu proberen een vraag en een antwoord in zo'n interview helemaal te interpreteren. Dat vind ik toch niet aan mij. De heer Segers namens de ChristenUnie. Mevrouw de voorzitter, collega Dijkhoff die plaatst zichzelf voor de keuze in dat interview. Tussen aan de ene kant draagvlak en draagkracht van de burger en aan de andere kant de coalitie. Als hij dan zou moeten kiezen, dan zou hij voor de burger kiezen. Heeft de minister-president in de gesprekken binnen de coalitie en binnen het kabinet ooit indruk gehad dat daar verschil zou bestaan binnen de coalitie? Dat daar partijen zijn die daar een andere keuze in zouden maken? En zo nee, als iedereen dus aan dezelfde kant staat, namelijk dat draagkracht en draagvlak van burger een belangrijke voorwaarde is. De minister-president heeft dat net onderstreept. Op welke manier ziet de minister-president de rol voor zichzelf weggelegd om daar waar er zorgen bestaan over draagkracht en draagvlak, om daaraan te werken en dat te versterken? Ja, ik heb nergens een interview gelezen dat de geïnterviewde zegt dat de andere partijen dat niet belangrijk zouden vinden. Wat ik in ieder geval weet uit onze discussies is dat wat ik net schetste, wat zijn nou de randvoorwaarden op basis waarvan je uiteindelijk gaat kijken naar de uitkomsten van de doorrekeningen. Ja, we willen het doel halen, 49%. En ja, alle vier de partijen hebben gezegd dat moet op een manier dat we dat allemaal in het land kunnen meemaken. Burgers en gezinnen. Nou, het zijn hetzelfde, hè? Dus iedereen. U en ik en iedereen die kijkt en in deze zaal. Heel Nederland. Dat we ook snappen hoe dat in het dagelijks leven uitpakt, hè, wat we dan kunnen doen. En ook dat het eerlijk is. Ik meen ook dat het interview daar ook op ingaat. Hè, dat het tussen bedrijven en de mensen eerlijk verdeeld is. Dat zijn de vier doelstellingen. En het is een stevig interview. Ik ga daar verder niks over zeggen. Maar het was in zijn
in de teksten waren stevig. Maar zoals ik eerder al zei richting de heer Buma, ik meen niet dat er in de coalitie daardoor andere ideeën bestaan over het doel wat we met elkaar willen realiseren. En ook niet over de vraag hoe belangrijk het is dat iedereen dat kan meemaken. Volgens mij zegt Dijkhoff dat ook niet in het interview, dat anderen dat niet vinden. De heer Jetten namens D66. Voorzitter, in de aanbiedingsbrief van het kabinet van het concept klimaatakkoord, en dat zijn dus de voorstellen van de tafels, de voorstellen die het kabinet daar aanvullend aan doet, dat alles dat wordt doorgegeven. Dat concept klimaatakkoord noemt het kabinet in haar aanbiedingsbrief een historisch akkoord. En dat is denk ik helemaal terecht, want we zijn een van de eerste landen die een concreet pakket hebben neergelegd om die 49% reductie voor elkaar te krijgen. Maar ook, en dat staat ook nadrukkelijk in de brief, dat op zo'n manier te doen dat iedereen dat kan dragen. Dat bedrijven en huishoudens een eerlijke prijs betalen voor hun vervuiling en dat huishoudens mee kunnen doen. En de premier noemde bij CNN, toen hij zelf in Katowice was bij de VN Klimaattop, dit ook historisch. Want er is geen alternatief. Er is geen alternatief voor die opwarming van de aarde en de toekomst van onze kinderen. Maar toch, voorzitter, heb ik de premier eigenlijk de afgelopen weken in Nederland daar dan te weinig over gehoord. Want terecht zijn er zorgen over een reeds oplopende energierekening. Terecht zijn er zorgen over, gaat het bedrijfsleven daadwerkelijk een eerlijke prijs betalen? En dan is mijn vraag aan de premier, wat gaat hij als premier van het Groenste kabinet ooit de komende weken en maanden doen om Nederland mee te nemen en wat er in dat concept klimaatakkoord staat, welke voorstellen er wel en niet in staan, om fabeltjes en goedkope stoere taal ook te voorkomen door gewoon te vertellen wat is het en wat is het niet. Ja, nou goed, dan is dit een goede gelegenheid, hè, zoals we dat vandaag hebben, om er ook eens met elkaar naar te kijken. Want volgens mij zitten die twee aspecten erin. En die zitten natuurlijk ook in deze coalitie, in dit land. Namelijk er en voor zorgen. Volgens mij verbindt dat al deze partijen. Dat je met elkaar de doelstellingen realiseert om de reden die de heer Jetten noemt. Je wilt die rekening, is mijn taalgebruik, dan niet doorschuiven in de volgende generatie. Er liggen enorme kansen voor Nederland als we dat op een slimme manier doen. En tegelijkertijd, en ik meen dat ook de hele coalitie het daarover eens is, moet dat dan wel gebeuren op een manier zoals ik het net vertelde. Hè, aan de hand van die drie toetsen die ik maar even hier vrij stevig neerzet. Is het eerlijk? En kunnen de mensen het meemaken? En wat betekent het ook in het dagelijks leven voor mensen? Ja, daar was ik van plan mee door te gaan. En dan zal de campagne gelegenheid voor bieden en allerlei andere mogelijkheden. Dus u zult mij daarover horen, zoals ik dat ook in de afgelopen maanden heb gedaan. De heer Wilders. Ja, mevrouw de voorzitter, het is echt historisch wat hier nu net in de Tweede Kamer gebeurt. En ik zou willen vragen wat de minister-president ervan vindt. Hij zit gisteren in het overleg met de coalitiepartners, heb ik begrepen, nog langer dan normaal met de heer Buma, de heer Segers en de heer Jetten te overleggen over al het gedoe wat de heer Dijkhoff heeft veroorzaakt. En wat gebeurt er net? Wat gebeurt er net? Wat vindt u daar nou van? De heer Buma staat op hier en gaat via u de heer Dijkhoff nog een keer de les lezen. Daarna staat de heer Segers op en die doet precies hetzelfde. En de heer Jetten die denkt, potverdorie, daar gaat het weer. Die staat op om zijn riedel nog een keer te houden. Hoeveel bewijs heeft u nodig om te accepteren dat uw kabinet en uw coalitie van ellende uit elkaar valt? Ze kunnen niet eens meer beheersen om dat vorige gisteren te doen onder elkaar. Hier laten ze gewoon zien dat uw kabinet ten einde is. Ik herinner mij een eerder kabinet wat ik mocht leiden. Het eerste kabinet, waarin met een zekere regelmaat fractievoorzitters vroegen wat zij vonden van de laatste opening die in de media was geboden vanuit een partij die dat kabinet gedoogde. Dat gebeurde bijna wekelijks. Nou, toen zei ik ook altijd, we zijn niet van marsepein. En dat kabinet ging eigenlijk goed, totdat die gedoogpartij op het moment suprem besloot geen verantwoordelijkheid te nemen in een van de ernstigste crises in onze geschiedenis. En tot op het moment ging het eigenlijk best goed. Ondanks het feit dat fractievoorzitters van andere twee partijen regelmatig mij vroegen te reflecteren op het optreden van die fractievoorzitter van die gedoogpartij. Dus ik zie daar helemaal geen probleem in. We zijn toch niet van suiker. De heer Klaver. Voorzitter, de premier kan er vrolijk onder blijven. Maar het grootste vraagstuk van onze tijd, het aanpakken van klimaatverandering en zijn kabinet, hebben we net kunnen zien, zijn coalitie, het lijkt wel los zand. Alsof ze het niet meer met elkaar eens zijn om deze grote uitdaging aan te kunnen pakken. En ik heb er ook geen vertrouwen in dat dit kabinet zich straks alleen gaat opsluiten om met oplossingen te komen. En daarom vraag ik nogmaals, ik kreeg net geen reactie hierop. Als PBL met cijfers komt, dan wil ik niet dat het kabinet daar eerst op gaat studeren, dat het wordt besproken in het cockpitoverleg. Maar dat zodra het kabinet die cijfers heeft, dat die niet alleen met de coalitie worden gedeeld, maar ook met de oppositie. Is de minister-president daartoe bereid? Ja, voorzitter, ik deel eerlijk gezegd niet die wat apocalyptische schets van de stand van deze coalitie. Kijk,
Weet je wat nou echt slecht is? Zo'n kabinet wat probeert alles en alle, in de coalitie waarin alles altijd wordt overgepeperd en weggemasseerd. Nou, hier is een stevige discussie over geweest gisteren. Ja, dat heb ik allemaal gezegd toen we wegliepen bij dat coalitieoverleg. Dat zie je ook terug in het vraagje. Wat is er nou tegen? Zo hou je een kabinet sterk en een coalitie sterk. Dat je elkaar ook even gewoon kan bevragen als er dingen gebeuren waarvan anderen zeggen, wat heb je nou gedaan? Dat is toch logisch? Geen enkel probleem mee. Dat ging eerlijk gezegd in het eerste kabinet ook goed. Ja, nogmaals, tot iemand wegliep. En nou, over de vraag van de heer Klaver. Ik heb die vraag beantwoord. Dat is echt het nadeel. Dat is niet om lullig te doen om er daarvoor te verschuilen. Maar ik ben niet de vakminister. Ik kan niet overzien wat de afspraken en de regels zijn met die planbureaus. En wanneer ze komen. Dat heb ik nu niet voorbereid. Dat is het nadeel als u mij vraagt en niet de vakminister. We hebben geen presidentieel stelsel. Ik ben altijd geneigd als een mondelinge vraag komt op het terrein van een collega, minister of staatssecretaris aan die persoon de vragen te doen. Nou, dat ging spectaculair mis. Ik dacht vlak na de zomer of vlak voor de zomer over de dividendbelasting een keer. Hier de zaak werd stilgelegd. Ik kom. Nou, ik denk, dat ga ik niet nog een keer doen. Dus als de heer Klaver mij vraagt, kom ik zelf. Maar dit is wel het nadeel. Ik heb dan niet dat soort dingen hier paraat. Dan moet u echt met de vakminister bespreken. De heer Klaver. Voorzitter, het is wel een, dit moment ga ik markeren. Dit is voor het eerst dat hij nu de premier hier zijn coalitie moet verdedigen. Om te zeggen, nou, er is niks aan de hand. Eigenlijk is het heel gezond in de manier waarop we met elkaar omgaan. De vorige keren dat hij dat deed, was dat bij bewindspersonen en die zijn allemaal vertrokken. Voorzitter, ik vind het zorgelijk. Het rommelt in de coalitie op een belangrijk onderwerp als het aanpakken van klimaatverandering. En daarbij komt de minister-president, heeft op helemaal niemand hier een antwoord gegeven. Hij verschuilt zich achter gemeenplaatsen. En de vraag die ik stel gaat niet over afspraken met het planbureau. Dat gaat niet over iets van een vakminister. Dit betreft de hoofdlijn van het beleid. Dit gaat over de verhouding tussen de Tweede Kamer en het kabinet. Ik vraag of de minister-president bereid is op het moment dat die cijfers beschikbaar komen. Ik vraag niet wanneer, op het moment dat ze beschikbaar komen. Dat ze dan niet eerst de tijd nemen om er met elkaar over te praten in het cockpitoverleg, maar dat gelijk delen met de Tweede Kamer, zodat hier het debat kan zijn. Dat is een vraag die kan de minister-president prima, maar ook meer dan prima beantwoorden. Nou, voorzitter, ik verwijs echt naar het vorige antwoord. Ik weet niet welke afspraken er zijn gemaakt met deze bureaus, wat daar usance is in de omgang met die bureaus. Daar moet ik echt met vakminister. Dank u wel. En ook een heel goed nieuwjaar.